Ik ben Devon Snel, ik ben 10 jaar. Ik speel in SC Heerenveen onder 11 en ik kom uit Groningen. En wat voor soort voetballer ben je? Ik speel wel, kan wel in de spits spelen, rechtsvoor. En wat vind je het leukste? Wel spits. Het is een voetballer die snel is. Atletisch kan hij echt al het verschil maken. Het is een jongen met een goede passeeractie. 1-1 domineert hij bijna altijd zijn tegenstander. Dus dat doet hij eigenlijk al heel goed. Het is een jongen die 2 jaar aan taekwondo heeft gedaan. En dat kun je echt heel goed terugzien, ook in zijn duelkracht. Het is een jongen die moeilijk van de bal is te krijgen. Maar die zijn lichaam in zijn duels ook al heel goed weet te gebruiken. En dat maakt eigenlijk dat hij dus 9 van de 10 keer zijn 1-1 actie weet te domineren. En jij bent jeugdspeler van de maand geworden. Gefeliciteerd. Waarom denk je dat je het geworden bent? Omdat ik goede acties heb. Ik help het team wel, coachen wel. En dan als ze wat fout doen, dan zeg ik wel wat ze volgende keer of zo beter kunnen doen. Nou, Devon heeft eigenlijk de afgelopen week heeft hij best wel hele goede activiteiten gedraaid. Zowel bij onder 11 als ook steeds vaker bij onder 12. Onder 12 die al in de Twin Games competitie op BVO-niveau speelt. Dus dat Devon eigenlijk tegen een leeftijdscategorie ouder tegen de beste voetballers van het land moet spelen. En dat hij ook gewoon laat zien dat hij daar hele goede wedstrijden kan spelen. Hij is deze zomer gekomen. Waarin heeft hij zich tot nu toe het meest in ontwikkeld? Ah, Devon is sowieso een kind eigenlijk dat heel erg best wel lief is, best wel bescheiden is. Die heel graag zorg draagt voor zijn teamgenootjes. Maar wat wel mooi is om te zien is dat op het moment dat hij zijn voetbalschoenen aantrekt en dat hij het veld opstapt, verandert hij eigenlijk een jongen met juist heel veel lef, heel veel bravoer. Een jongen die heel graag naar voren wil. Ook een jongen die, eigenlijk wat ik net al zei, vanuit zijn verantwoordelijkheidsgevoel, dat hij heel graag van waarde wil zijn voor zijn team. En daarin laat hij ook eigenlijk zien binnen zijn wedstrijdjes dat hij met zijn kwaliteiten dat hij ook die waarde kan zijn voor zijn team. En wie is jouw grote voorbeeld? Hakim Ziyech. Waarom Hakim Ziyech? Hij heeft een goede dribbel, goede acties. Hij heeft wel goede voorzetten. Als hij op het middenveld staat, heeft hij wel het overzicht waar de ruimte is. Ja, hij is natuurlijk nog super jong, de weg is nog heel lang, maar wat zou hij nog moeten verbeteren, denk jij? Nou, wat ik net eigenlijk al zei, het is een jongen met een hele goede individuele actie. Het is een jongen die snel is, maar wat hij ook nog wel moet leren, is dat hij ook oog houdt voor zijn teamgenoten. Het is een jongen die op een gegeven moment eigenlijk zo graag wil winnen, dat hij enkel alleen nog de bal, zichzelf en de goal van de tegenstander ziet. En daarbij is het ook een jongen die heel graag de bal wil hebben, daarin ook heel veel initiatief neemt. Alleen hij moet ook nog wel leren om soms ook eens van de bal af te lopen. Dus ook zijn snelheid die hij heeft te benutten in de diepte die er is. En dat is eigenlijk nog wel 2 dingetjes waarvan ik denk op het moment dat hij die 2 steeds beter voor elkaar weet te krijgen, zal hij, wat hij zelf ook heel belangrijk vindt, zal hij van nog grotere waarde voor zijn team zijn.